Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit is mijn eerste video van 2018, jongens. Dit is alweer gewoon 2018. Hoe snel gaat de tijd? En om het jaar goed te beginnen heb ik gelijk een video met mijn goede voornemens. Normaal gesproken heb ik 10 goede voornemens, maar ik weet niet of ik er 10 ga halen. Ik heb in ieder geval wel een paar goede voornemens waar ik me eigen aan wil gaan houden. En het is niet zo dat ik dacht van, laat ik deze voornemens alleen voor het nieuwe jaar gebruiken. Maar het zijn voornemens waar ik me eigenlijk al een tijdje mee bezighoud. Maar het leek me leuk om een keer een video over te maken. Dus vandaag mijn goede voornemens van 2018. Veel plezier met kijken. Oké, ik heb gewoon een paar dingen die ik gewoon echt mee aan de slag wil gaan in 2018. 2018 gaat echt een superleuk jaar worden. En ik kan nu al een paar punten opnoemen waar ik me eigenlijk heel graag aan wil gaan houden. Mijn eerste punt van 2018 is dat ik graag mijn streefgewicht wil gaan halen. Dat is echt een voornemen van mij. Ik wil eigenlijk met de zomer wil ik 70 kilo gaan wegen. Ik weeg nu 76 kilo en 76,6 precies te zijn. En ik wil echt met de zomer zoveel kilo zijn afgevallen. Het liefste wil ik naar de 65, 68 toe, zodat ik een beetje middenin zit. Maar 70 ben ik wel heel erg blij mee. Dan mijn tweede goede voornemen. Ik wil graag met Dave gaan samenwonen natuurlijk. En daarvoor moet je wel een leuk spaarpotje hebben. Dus mijn doel van dit jaar is om lekker te gaan sparen. Elke maand een bepaald bedrag opzij zetten. En dan gewoon aan het einde van het jaar een paar duizend euro gespaard te hebben. Dat moet helemaal gaan lukken. Daar ben ik helemaal van overtuigd. En dat gaan we dus ook echt doen. Mijn derde puntje is dat ik bewuster moet omgaan met kleding kopen. 2017 was voor mij het jaar van heel veel kleding kopen. En dat is echt bizar. Ik kocht elke maand wel nieuwe kleding. Op een gegeven moment werd het zelfs wekelijks. En dat is gewoon niet goed. En als ik dan kijk naar mijn kledingkast, dan draag ik misschien de helft helemaal niet. Dus eigenlijk wil ik bewuster omgaan met kleding kopen. En dan wil ik kleding kopen die ik echt leuk vind. Dat ik echt nodig heb. En dan ook nog een beetje van een fijne kwaliteit is. Niet shirtjes van 5 euro. Dat kunnen ook heel erg goed zijn. Hoor daar niet van. Maar ik wil eigenlijk wat investeren in wat duurdere items. Die ook qua materiaal beter zijn. En langer mooi blijven. Die ook jaren mee kunnen gaan eigenlijk. Mijn vierde punt is dat ik meer rust moet nemen. 2017 was chaotisch. Wel echt heel leuk chaotisch. Ik heb ontzettend veel leuke dingen gedaan. Ik heb nieuwe mensen leren kennen. Ik heb vriendschappen gesloten. Er zijn ook mensen uit mijn leven gegaan. Maar dat hoort er echt gewoon helaas bij. En elke week was ik wel druk. Elke zaterdag was ik druk. Door de week was ik druk. Ik had de hele tijd druk in mijn hoofd. En ik had telkens het idee dat ik nog wat moest gaan doen. En dan ging ik weer daarheen. Dan weer daarheen. En eigenlijk wil ik het dit jaar proberen om wat meer tijd voor mezelf vrij te maken. En dat het heus niet erg is om een keertje helemaal niks te doen. Want ik heb nou gewoon, als ik thuis ben, dat ik dan telkens het gevoel heb dat ik nog wat moet gaan doen. En dan ga ik lijstjes maken en dan kom ik tot de conclusie dat ik nog superveel dingen moet doen. En de onrust die dat geeft, dat is gewoon niet chill. Dus dat wil ik ook echt gewoon gaan proberen om dat een beetje in toom te houden en mezelf ook rust te gunnen. Puntje nummer 5 is dat ik wil gaan sporten weer. De maand december eigenlijk niet gesport. En dat is helemaal niet erg. En ik gunde mezelf ook gewoon even om rust te hebben. Maar dat betekent niet dat ik het in 2018 helemaal wil gaan laten versloffen. Mijn doel is eigenlijk om 2 keer per week naar een sportschool te gaan. En dan een uurtje, want meer heb ik gewoon geen zin in. Tenminste, misschien over een tijd dat ik echt denk, yes, ik mag weer gaan sporten. Maar nu heb ik dat nog niet. En dan wil ik gewoon krachttraining gaan doen, cardio. 2 keer in de week, op dinsdag en donderdag, wil ik gewoon gaan sporten. En als het kan, door de week of in het weekend, op zondag nog een extra oefening doen bij wijze van. Maar dat ik wel echt probeer om 2 keer te gaan sporten. En dat ik dan ook een strakke lichaam krijg. En dat vind ik gewoon echt een heel goed voornemen van mezelf. Nummer 6 is dat ik moet stoppen met veel spullen kopen. En dat sluit ook wel een beetje aan op het puntje dat ik bewust moet gaan met de kleding kopen. Maar als ik hier naar mijn kamer kijk, dan denk ik echt van jeetje, wat heb jij veel troep. Echt bizar. Dus dat is iets wat ik wil gaan proberen om minder spullen te kopen. En gewoon tevreden zijn met wat je hebt. Punt nummer 7 is dat ik een beetje wil gaan minimaliseren. En dat is niet zo dat ik opeens superveel dingen ga weggooien. En echt zo'n persoon wordt die niks overhoudt. Want ik love mijn stuff. Maar ik wil wel deze chaos in mijn kamer opruimen. Want tegen de tijd dat ik het huis uit wil gaan en met Degen wil gaan samenwonen. Wil ik gewoon dat ik gewoon weet wat ik mee wil nemen. Ik heb daarna achter een stoel. Je ziet daar wel wat licht denk ik. En daarachter ligt zoveel troep, zoveel spullen die ik niet gebruik, maar niet weg wou gooien omdat ik dacht dat ik het nog nodig had. Maar dat heb ik helemaal niet, want ik gebruik het niet. Dus 2018 wordt het echt het jaar dat ik stukje per stukje alles gaat gladtrekken en ga opruimen. En dat is echt super hard nodig. Punt nummer 7 is dat ik in 2018, dat gaat mijn jaar worden qua YouTube, ik ga echt alles op alles zetten om
meer te bereiken met mijn kanaal. Het is niet zo dat ik dat dan echt super abonnees wil hebben. Dat zou ik super leuk vinden. Maar dat is niet mijn drijfveer. Ik vind video's maken ontzettend leuk. En ik vind editen ervan erg leuk. De reacties op mijn video's vind ik heel erg leuk. Heel het proces van YouTube vind ik super leuk. Maar ik wil wel gaan proberen om dit jaar meer mensen te gaan bereiken met mijn video's. En ja, dat is echt wel een puntje wat ik echt wil gaan doen dit jaar. Gewoon lekker mijn kanaal een frisse boost geven. En ik upload naar 2 keer in de week. Wellicht dat ik af en toe ook een 3e video ga plaatsen. Mocht mij lukken in ieder geval. En ik heb ook super veel leuke dingen op de planning staan voor 2018 qua YouTube. Ik heb leuke ideeën en die ga ik allemaal uitvoeren. En dat gaat echt super, super leuk worden en ik heb er echt zin in. En meer goede voornemens heb ik eigenlijk niet. Ik heb ook niks om te gaan verzinnen. Voor de rest gaat het met mijn leven gewoon super goed. Ik maak veel tijd voor mijn vriendinnen, voor mijn vrienden, voor mijn vriend Davy, voor mijn familie. Ik, op dat gebied heb ik alles onder controle. Dat was vorig jaar een voornemen voor mij om wat meer tijd te maken voor vriendschappen en zo. Maar dat heb ik dan allemaal op orde. En dit zijn dingen waar ik me eigen echt op wil gaan focussen. En dat gaat helemaal goed komen. 2018 gaat een super leuk jaar worden. Ik heb er heel veel zin in. En met mij en Davy gaat het ook super goed. We zijn 8 maanden samen. Deze maand 9 maanden. Dat gaat echt ontzettend hard. En ik kan oprecht zeggen dat ik echt de liefde van mijn leven heb gevonden. Oké, guys. Dit was de video alweer. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet de duimpjes omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Zo blijf je altijd up-to-date. En dan zie ik jullie graag in mijn volgende video's weer. Doei!